Dit is het Hertekamp, de podcast over SC Cambuur van de Leeuwarden Courant. Het kan snel gaan in de voetballerij. Na een week waarin twee zegens werden geboekt, is Cambu terug in het linkerrijtje. Dat was weer even geleden. Kortom, voldoende om over te praten tijdens een kerstverse aflevering van het Kamp. Fijn dat je weer luistert. Mijn naam is Jonathan Ploeg, en tegenover mij zit hij trouw als altijd René van der Weij. Bespeur ik daar een kleine glimlach op jouw gezicht? <laughs> nou, ik lach meestal hoor. <laughs> Positief ingesteld mens, glimlach ja. altijd, maar deze... Ik denk dat je over kan buren. Dat is toch hartstikke mooi. Ja. Dat is waar de club naar uh, s'nacht uh, wat de supporters willen zien. Uh, veel negativiteit geweest. Ja, en wachten wordt een, een beetje beloond in die zin. Je krijgt een beetje een reeks. En, uh, en dat is waar je uh, naartoe wil werken. Ja. En als je dan tegen Excelsior... Uh, Gaat spelen waarvan je denkt, nou, dat is op voorhand in principe uh, de kampioenskandidaat. Ja, veel gescoord, hè? veel gescoord, uh, goede spelers, veel talenten. Uh, en dan ga je daar met 0-1 weg. Ja, en dan zullen er heel veel verbeterpunten zijn, maar die drie punten die tellen. Ja, we gaan het straks over Excelsior hebben. Uh, laten we eerst zo meteen nog even teruggrijpen kort op, uh, op FC Eindhoven. Want daar won Cambuur uh, in eigen huis met 2-0 van. Um, ja, het spel was ook daar niet altijd even oogstrelend. Ja, jij zat waarschijnlijk op de tribune, dus je hebt het uh, in levende lijven ook gezien. Maar uh, ja, het resultaat, een 2-0 zege. De eerste zege in het koorstadion ooit, een historisch moment. En de eerste thuiszegen. Ja, twee vliegen in één klap, hè? Ja, nou ja, hij zat eraan te komen. Ja. Zo, zo eerlijk moeten we denk ik wel zijn. Maar ja, dat is een beetje een cliché. Want elke wedstrijd dat je niet wint, komt de overwinning steeds dichterbij. Hè? Zo is het ook. Ja, maar zo is het wel. En, en, en je hebt een paar keer aan de kant van een partij gezeten met pech. En, en oh. dat het beter had gemoeten. Ja. Maar ik denk dat die op zich... Hè, het zit ze in die zin niet tegen dat de kansen die de tegenstander krijgt, dat ze die niet maken. Hè? En, en of de keeper, of ze schiet hem naast. En net zoals Excelsior toch wel wat mogelijkheden gehad. Ja. Maar weet je, dat zit nu mee. En, en je maakt ze eindelijk zelf wel. En, en op, op zich dwing je het ook af. Uh... En ze hebben toch wat andere grepen op het veld neergelegd. Mm -hmm. He, met onder andere Balk die een andere rol heeft. Ja. Uh, Diemus, die een andere rol heeft. Ja. En ik denk dat het tot nu toe gewoon hartstikke goed uitpakt. Ja. Uh, laten we daar eventjes op inzoomen. Hè? Dan houden we het nog even bij Eindhoven. Die uh, eerste goal, dat was uh, ja, een inkoppertje van Balk. Hè? Na een uh, prachtige actie van, uh, van uh, Ja, Eigenlijk zit het rendement bij Pauls nog niet helemaal waar het moet zijn. Hè? Uh, de actie is er wel. Ja, wat vorige keer over. Uh, blaffen, bijten, daar is nog een verschilletje tussen. Uh, hij herkende het uh, van de week ook zelf uh, uh, bij ons in een interview in de krant. Hij zegt van ja, dat rendement, daar werk ik aan. Dat schot, dat moet scherper. Uh, en dat heeft vooral <tie> te maken met het moment. Ja, Het kopje mogen, de rust bewaren. Uh, dat zie jij, denk ik, ook terug uh, uh, op het veld, neem ik aan. Ja, maar dit was gewoon een grandioze actie. Tussen ja. twee man te horen en daar kan ik wel van genieten. Ja. En daar denk ik dat de meeste mensen voor naar het stadion komen. En wat je zegt, uh, die laatste paas. Dat hij net weer even zijn hoofd omhoog houdt wanneer hij schiet. Want hij moet eigenlijk naar de keeper kijken. Ja. En nu schiet hij hem eigenlijk nou, iets gehaast in het midden, dat de keeper hem redt. En, en dat kan ook heel beslissend zijn. Want als de keeper hem wel de andere kant opstoot. of vastpakt, dan heb je niet eens een, een doelpunt of een kans. Terwijl Precies. hij gewoon eigenlijk 1-0 zelf moet maken. Ja. En, nou ja, goed, dat is de laatste stap, denk ik, die hij ook nog moet zetten in het afronden. Dat hij daarin nou ja, nog beter gaat afwerken. Want dit ja. moet gewoon eigenlijk een goal zijn. Ja. Maar het is mooi dat Balken staat. En dat het een Echt een spits, is. hè? Nou ja, nu wel. Hij staat er. Hij staat op een goede plek. Dat was al een goaltje inderdaad. Ja. Hè? Maar als je dit, zo maak je er, als jij spits bent, maak je er gewoon vier, vijf in een jaar. Het heeft met positionering te maken. Je moet gewoon weten waar je staat. Anticiperen op de, op de, op de actie van een pauwels. Je weet dat hij gaat komen. Je moet meelopen. Ja. Je moet altijd gokken als spits zijn dat een keeper een bal loslaat. Ja. En dan maak je, wat ik zeg, dan maak je er drie, vier per jaar. Ja, ik tel die maar eens op. Ja. Maar goed, dit was gewoon een goede, goede goal. En, een, en, en voor, voor het publiek ook mooi. Hè? Want daarvoor had Eindhoven net een grote kans gehad ja. die geblokt werd. Uh, wat ik zeg, dat zit mee. En aan de andere kant ligt hij wel binnen. En dan, uh, ja, dan speel je een andere wedstrijd. Ja, Pauwels. Publiekslieveling denk ik uh, nu al eigenlijk. Hè? Nou, wat is het? Twaalf wedstrijden. Ja, je kan gewoon hem genieten. Uh, je weet dat er wat gaat gebeuren als die actie wordt ingezet. Uh, je hoort het ook hè, op tribunes. Uh, als hij aan die linkerflank uh, in balbezit is. Ja, maar de laatste wedstrijden laat hij Heerlijk. wel zien, inderdaad. dat hij een, uh, over een goede actie beschikt. dat hij snel is. Ja tegenstand kan binnen. Nou, hij maakt nu steeds betere keuzes. Wanneer haalt hij hem uit? Wanneer gaat hij voor een actie? Ja. Ik denk ook dat ze ploegenoten hem steeds beter weten te vinden. Dat ja. is ook belangrijk. Ja, dat je weet waar, waar je gevaarlijk kan worden. En, uh... heeft, en, en het heeft in die zin ook een invloed van je weet dat hij er wat positiefs mee gaat doen en dat er vrijwel altijd wel iets, iets uitkomt. Dus het geeft ook vertrouwen met, met, aan, je, aan je medespelers die daar achter staan, inderdaad. Van geef die bal maar. We kunnen hem kwijt, zeg maar. Iets wat je misschien aan het begin van het seizoen nog niet had bij bepaalde personen. Nou, maar ook bij hem niet. Ook Heer, bij hem niet weet je, Het zijn automatismes en, en hij is groeiende. En dat is hetzelfde dat, dat in opbouw proberen zo snel mogelijk mensen te zoeken. Dat, dat wordt een automatisme. Ja. Heer, je weet dat je balk nu kan wegsturen. Heer, ja. De goal van Excelsior, dat is daarin weet je, precies wat je moet doen. Mm -hmm. Heer, niet nadenken, maar gelijk wegsturen. Ja. En, en, en zo krijg je steeds meer automatismes in een elftal als je dat laat staan. Ja, uh, de tweede golf tegen Eindhoven uh, was een penalty. De Leeuw schoot hem feilloos uh, binnen. Maar ja, de actie daarvoor was ook weer van, uh, van pa uh, Pauwels. Ja, en nou, dan, dan zit het ook mee. Uh, ja. Wie had balk hem ook gekregen de penalty? Dat ja, weet, dat ik, weet niet. ik niet. Weet en, maar het geeft niet. Hij, hij, hij telt en uh, schiet was hem, wel uh, heel licht in. Ja, bed. dat bedoel ik. Ja. Dus, Opnieuw trouwens. Ja. Die wedstrijd daarvoor ook al. Maar hij moet hem wel op blijven zoeken. Ja. En uh, nou ja, goed, hij weet ook dat de tegenstanders daar nu op gaan letten. He, dus dat hij niet in een, in een balksituatie komt, dat hij te vaak gaat liggen en dat hij hem niet meer gaat krijgen. Dus hij moet daar dat wel slim heen. in omgaan. De schijf van de schaal Schwalbekrijgt, zeg ja, ja, dat ook. En, uh, maar goed, weet je, hij gaat voor die actie. En dan weet je dat er wat gaat gebeuren, dat de tegenstander moet gaan kiezen. Ja. Nou, en ik en denk dat de leeuw de tweede penalty uh, achter elkaar veilig binnenschiet. schiet Ja, ja. zo'n kwaliteit, hè? blijkt ja, wel. Maar fijn, <laughs> en, en, en dat ja. was, meen ik, rond een, uh, rond, rond een uur, 65 ja. minuten of zo. Ja. Ja, je ziet dan wel dat het, de wedstrijd was ook gespeeld. He, het droop eraf, het was op een gegeven moment zag ik weer wat hakjes en tierenlantijntjes ja. en circus. En ja. dat is ook mooi, want dat, dat, is, dat is dus wat vertrouwen met je doet. Hè? Ja. ja, want eh, om even terug te gaan aan het begin van die wedstrijd, of de eerste helft, hè, voor die 2-0, ook zelfs na de 1-0. De angst en de onzekerheid, het, het droop er wel van af. Hè? De bal die, die ze eigenlijk niet naar voren durfden te geven om misschien nou ja, kwetsbaar te zijn in die, in die tegenaanval. Je zag dat echt terug op het veld. Ja, maar dat, is ook, dat, dat ja. snap ik wel. De enige die He? de bal naar voren speelde was, was Diemers. Ja, maar dat is ook zijn kwaliteit. En ja. uh, je weet dat tegenstander en tegenwoordig uh, zeker in het campus een één kans genoeg kan hebben. Dus dat zit in je achterhoofd. Uh, en dat moet misschien niet, maar dat is echt niet zo makkelijk. En ja. daarom is het fijn dat je wel snel de 2-0 maakt op een goed moment. Ja. ja, jij zat in het publiek, hoe, hoe was de sfeer op de tribune? Nou, je merkte opluchting. Ja. En zeker na de 2-0. Want 1-0 blijft gewoon kilogielen. Kilo en uh, nou, wat ik zeg daarna heb ik ook wel genoten van hoe ze het dan uitspelen en uh, afolabi weet je dan sterk en uh, ik vond hem in die zin toen vond ik hem goed uh, toen wel uh, ja. ja goed invallen uh, maar weet je dan zie je ook gewoon dan, dan straalt er echt iets uit van weet je deze pot die die winnen wel gewoon die is binnen en dat is wel fijn ja ja dat 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 ja dan valt er ook wel van je schouders af dan kun je dan ga je automatisch ook lekker naar maar voetbalen. daar ben je ook onderhand al zoveel wedstrijden naar op zoek ja. en onderweg en en nou ja goed hopelijk kan het inderdaad wat ik net al zei iets zijn van een reeks die je kan gaan maken ja, ja wat... dat je nog meer vertrouwen. je moet het zien als een, als een als een als een soort batterij en iedere keer als je wint of een succesmoment beleeft gaat dat potje vullen ja, en dat gaat nu steeds meer, want nu pak je weer een overwinning. Ja. En nou ja, dan krijg je straks de twee jong teams. Je krijgt nog een bekerwedstrijd. Ja. Ja, je kan uh, binnen een maand heel anders erop staan. Ja, maar binnen een week al hè, is het eigenlijk uh, het is een week uh, een succesweek uh, geworden. Waarin het twee keer werd gewonnen. Want we hebben het nu over FC Eindhoven. Maar laten we het dan ook even hebben over Excelsior. Die wedstrijd uh, was, uh, was onlangs um, 0-1. Was een wedstrijd waarin Cambuur in tegenstelling tot tegen FC Eindhoven wel met vertrouwen aan de wedstrijd begonnen. Ja, maar dat is ook logisch als je wint. En, en je hebt in die zin tegen Excelsior niks te verliezen. He, ik denk ook dat de staf dat gewoon eerlijk heeft aangegeven. Luister, we spelen tegen een van de betere teams. Ja. En laat maar zien. He, laat maar zien wat je kan. En, en als je dan in die zin. Uh, kijk, ze hebben ervoor geprobe voor geprobeerd te zorgen dat het niet een wedstrijd werd. Kijk, als jij echt met Excelsior gaat spelen, dan denk ik op basis van alle. Tactische en technische elementen in het spel dat Excelsior nog wel wat verder is. Ja. Goede spelers, uh, snelheid voorop, alle drie. Uh, de meeste goals gemaakt. Daar zat het echte vertrouwen in. Ook en, op de flanken van het achteraan. Ja, die Bronkhorst bijvoorbeeld. Ja, ja maar man, die, die komt. Die, 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 die heeft niks bij die NEC vandaan en heeft daar gewoon goed gespeeld. Door de rechter. Ja, maar hij heeft ook hij ja, bij meerdere yes. teams gespeeld. Ja, ja. En uh, ja, weet je, dat is gewoon een stukje ervaring wat je hebt. En hij uh, ja, vond gewoon dat ze dat heel goed en slim hebben gedaan. Niet een wedstrijd er meer van maken. Soms klein en compact spelen. Op goede momenten druk zetten. Um, en, en ja, Eindhoven of uh, Excelsior, die deed het ook een beetje... Uh, ja, hoe, hoe moet ik het zeggen? Het was een beetje houten. Het was een beetje... Hè, als je ziet oh, op, hoe hartig, de goal... Ja, ja. ja, in de goal, een beetje nonchalant. Ja, zo kan je natuurlijk nooit verdedigen en, en, en ingooi gaan, gaan wegwerken. Dus ja, ik vind dat ze dat gewoon heel goed hebben afgeschaft. Ja. Wat was de kracht van Cambuur deze wedstrijd? Waardoor hebben ze het over de streep getrokken? Als ik ernaar kijk, dan is het... Het, spel, het niveau van het spel was niet gigantisch hoog. Niet oogstrelend. Net als tegen FC Eindhoven. Maar Anderman laat je wel zien dat je met strijd en passie ook uh, een heel eind komt. Hè? En dan hebben we het ook voornamelijk over de tweede helft. Uh, waarin je die zegen over de streep trekt. Uh, maar ja, dat begint al in de eerste helft. Ja, maar je, je hebt als team gespeeld. En uh, wat ik zeg, ik denk dat het plan gewoon goed was. Hè? Uh, de ruimte achter de verdedigers van Excelsior proberen te benutten. Uh, Excelsior valt toch met veel mensen aan. Er dus veel mensen voor de bal. Nou ja, dan moet ik ook zeggen dat zij uh, in 41e minuut... Uh, ja, dat was wel typerend. Hè, dat Bronkhorst in, in, in de 16 meter drie keer mag schieten. Ja. En drie keer wordt hij of geblokt of gaat, gaat over. Ja. Nou, dat zijn normaal gesproken zijn dat gewoon goals. Ja. En, en, en 44e minuut daarna loopt uh, de spits die loopt ook uit de rug van Van Mullen. En kan hem ook binnenschieten, maar schiet hem naast. Dus ja. Ja, dat zit dan even mee. Ja, en dan ga je 1-0 de rust in. En dan weet je dat ze nog meer moeten gaan komen. Nou, ik als je gaat een gehaaste spelen, wat, wat onrustig. En Cambu kan, kan ideaal. Die kan mooi een omschakeling spelen. Ja. Jij hebt het nu over dit, dat <coughs> moment uh, met Bronkhorst. Uh, daar was Pauls ook bij betrokken. Hè? Uh, hij kon drie keer schieten. Maar dat kwam ook mede doordat Pauls niet met zijn man meeliep. Of in ieder geval niet de kracht meer had om dan mee te lopen. Want ja, hij werd ook in de rust gewisseld. Hè? Uh, hij was op. Dat zag je. Hij was op. Uh, vele dagen even toen hij daar op het veld zat... En werd behandeld door de medische staf dat er een blessure longte voor een nieuwe publiekslieveling. Nou, dat bleek uiteindelijk niet zo te zijn, want hij was in de bus naar, uh, naar Rotterdam toe uh, ziek geworden. Uh, hij is nog steeds schiek overigens, dus ik verklap vast dat hij er tegen Adel niet bij zal zijn. Um, maar dat wordt weer anders opgelost. Uh, daar gaan we het straks over hebben. Ja, dat is dan wel een, een, een adellating voor een ploeg aan de linkerkant. Hè? Het, het, want hij heeft zich de laatste weken wel ontpopt tot. Ja, ik heb het volgens mij ergens zo opgeschreven. De, de angel in het aanvalsspel van Kambir. Van als je dat eruit haalt, dan is het een stuk minder gevaar, gevaarlijk. Maar dat is hetzelfde als je op het middenveld Diemens eraf haalt. Ja. En in de verdediging Nieling. Ja. Tegenstanders gaan dat toch analyseren. He, dus ze zullen daar ook gewoon uh, goed mee overweg moeten gaan. He, want zo'n jongen, ja, die wordt op een gegeven moment... Uh, of krijgt dubbele dekking, of ze halen ballijnen van hem eraf. Ja. Uh, ik vond dat Afolabi wat ze... Oh, Ongelukkig inviel. Ja, wil dus je, je het daar nu over hebben direct? Nee, of nee, we uh, kunnen of straks, over, straks uh, even. Nee, ik kan straks. Ja. He, dus je merkt wel dat je wat, wat snelheid mist. Uh, nou ja, dan kan je natuurlijk met ballen kan je nog wel wat dingen doen. Uh, en uh, dan heb je er eigenlijk één. Het liefste zou je zeggen dat je twee van dat soort jongens uh, in aanval wil hebben. Ja, yeah, die, die, die snelheid hebben. Links, rechts. Zeker voor de dreiging daarachter. En uh, nou ja, goed. Dat is nog misschien voor, voor later. Yeah, uh, omdat er nog niet echt een, een balvaste, fitte spits is. Nee. Maar goed, uh, je, je merkt inderdaad wel, je mist een soort angel. En uh, nou ja goed, hij is ziek. Dus volgende week is hij er wel weer bij. En, uh... Vleugel lam, hè? Zo zeg je het dan mooi, denk ik. Nou, al viel het ook wel een beetje mee, want er kwam nog wel dreiging van de andere speler. Die pakte dit keer op zich wel redelijk ja. op. hè? Ja, nee, maar het was gewoon. Het was echt een, een in die zin een teamprestatie. Als je ook ziet het publiek, 400 man mee. Ja. Nou ja, dat, dat, dat was bijna een thuiswedstrijd. En dat leverde hè. Dat heen de helpt de dan. Van. Ja, maar dat helpt wel. Ja. En als jij, uh, nou ja. Uh, overwinning is doping. Uh, die supporters die blijven wel komen, maar het wordt alleen maar meer. Ja. En, en, en dan ga je als, als elftal ga je ook gewoon daarin ga je mee... He, en dan, als je dan een tackle maakt en je hoort dat het goed is, ja. dan ga je als dus elftal, ga je inderdaad ga je, dat, ja, dan, 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 dan tank je vertrouwen. En ja. op een gegeven moment had je ook niet meer het idee dat Excelsior echt wel aanspraak kon maken voor die 1-1. Ze waren wat dreigend, maar echte kansen zijn er niet meer geweest. Voorbij de ploegen, inderdaad, niet. Nee. Voorbij de ploegen niet. En, en vaak een topwedstrijd. Ik denk dat dit ook een topwedstrijd is. In de KKD zeker uh, waar u dan straks hoort te staan. Mm. Uh, nou, die wedstrijden zijn nooit goed. En die worden altijd beslist op dit soort momenten. En. Uh, ze hebben het gewoon tot een minuut 90 hebben ze het ontzettend goed verdedigd. Ja. En het zegt gewoon wel ontzettend veel dat je al zes keer de nul hebt gehouden. Dat je dat geluk ook wel een beetje mee hebt. Uh, dat de tegenstanders dan niet afwerken. Ja. Maar goed, aan de andere kant, we blijven het zeggen. De verdediging en de keeper, dat staat gewoon hartstikke goed als geheel. Precies. Ja. Uh, maar het begint wel voorin het verdedigen. Nou, ik denk dat, dat, dat ze daarin stappen aan het maken zijn. Met het, het druk zetten, het afjagen. Balk is daar een groot voorbeeld van. Toch? Ja, maar je moet je goede momenten kiezen. Kijk, je Precies. kan wel gaan jagen en in, in je eentje, maar dan ga je dat niet belopen op dit niveau. Nee. En, en als je twee, drie, weet je, je moet het met, met als team doen. Je moet bij elkaar blijven. De linies moeten kort op elkaar. Het dus als je hoge druk zet, dan moet de verdediging aansluiten. Je ziet nu. Ga gewoon op de middenlijn staan. En zeker in uitwedstrijden tegen Excelsior. Wat heb je te verliezen? Niks. Je komt veel meer in duel. De ja. linies zijn dichter bij elkaar. En je kan je omschakeling spelen, want je hebt twee snelle jongens. Ja. Nou, dat kan toch ook een plan zijn? Ja, dat is zeker ook een kwaliteit, ja. Alleen goed, het is ook goed om een plan B te hebben. En dat ja, je dat, moet dat, dat, meerdere dat dingen hebben. nu eventjes. Ja, maar goed, ja. weet je, misschien in, in zo'n wedstrijd, uitwedstrijd, dat is weer anders als thuis. En, en je wil wel, wat je ideaalbeeld is, altijd maar hoog druk zetten. Maar volgens mij gaat het nog altijd om resultaat. En, uh, zeker in deze fase. Hè? Zeker in deze fase. En, en dan komt dat andere, dat komt wel weer. Ga je eerst maar eens een paar overwinningen pakken en dan ga je weer verder kijken. Je had het net over het publiek. Uh, Corné uh, heeft daar onze vraag uh, over ingestuurd. Uh, hij zegt, wat vinden jullie van de supporters van Cambuur? Als je dat zo ziet bij Excelsior, hè, die 400 man die uh, de hele wedstrijd blijven gaan, hoort Cambuur op basis van supporters wel in de eredivisie, vind ik. Nou, wat vinden jullie? Is eigenlijk daarmee de vraag. Wat vind vraag, jij? vraag stellen is beantwoorden, denk ja, ik toch. Hè? Denk gewoon met Tom maar eventjes in. Maar, ja, uh, nee, maar goed, weet je, uh, wat Henk ook vaak zegt en misschien wel iets te vaak, uh -huh. maar dat is wel zo. Het publiek, dat is gewoon in Leuwarden kan echt magisch zijn. En, en dat merk je ook in thuiswedstrijden. Uh, het kan echt nog wel veel beter, hè? Want uh, we hebben echt wel zweren meegemaakt dat het echt het stadion ging kolken. En, uh, maar dat waren misschien ook, ook de, de bijzondere wedstrijden. Ja, we zeker van beker, al van de beker. Ja, uh, maar ook, je hebt gewoon de resultaten nodig. En, en je wil bepaald voetbal zien... en het is fijn als je een keer voorkomt... Nou, dan gaat het publiek gaat er echt wel achter staan. Het kan snel gaan, hè, het voetbal. Uh, ik zei het in de intro, het kan snel gaan. Uh, een paar weken geleden regelmatig fluitconcerten... Uh, toen het slecht ging. Uh, om, omdat het slecht ging. Uh, logisch ook natuurlijk, hè. Um, en nu, uh, ja, een hele wedstrijd... Uh, ja, het Henk Olé Olé Olé... Uh, dat klonk weer uh, door het... Uh, ditmaal dan het... Het, het, uh, het stadion van de vijand, maar... Ja, het kan snel gaan. Ja. Maar dat is het voetbal. Dat is voetbal. En, en dat is vooral in Leeuwarden is het heel zwaar-wit. En, en drie weken geleden uh, had, je, had je de trainer eigenlijk eruit moeten gooien. Ja. Uh, en er waren de spelers niet goed genoeg. En nu scoort Balk twee keer de winnende, bij wijze van spreken, en kan die eigenlijk weer als, als, als spit doorgroeien naar richting 10-12 goals. En, en daarom moet je altijd je kop erbij gebruiken. En, en vanaf het positieve uitgaan. En soms is dat heel moeilijk. Maar ik denk dat we dat vaak genoeg hebben gezegd. Uh, het seizoen is lang, ze zijn maar net onderweg, het is groeiende. En uh, blijf het met je kopje zien. Hè? En ik snap het supportergevoel, dat kan soms heel erg negatief zijn. En dat hebben ze ook helemaal gelijk in en dat is ook terecht. Maar een week later staat er weer een wedstrijd. En, en dan moet je weer met z'n allen, hè? dus dat zijn ook de supporters, die moeten erachter blijven staan. Alleen dan kan je eruit komen hè, als je in een wak, in een wak zit. En, en, en dat wak hebben we denk ik gehad. Iedereen heeft een hele matige periode. Nou ja, laten we hopen voor Cambuur dat dat uh, de eerste tien wedstrijden waren. Ja, is het lek boven in die zin? Weet ik niet. Dat vind ik nog te snel. Je hebt het in ieder geval nu over uh, de ploeg is uit een wak. Uh, nou ja, is het, het lek boven. het was niet echt. Uh, het was niet hoogstaand voetbal. En het zat vaak tegen. Uh, veel kansen gemist. Uh, dan gaat het, het spel gaat op een gegeven moment ook naar beneden, want het kost je vertrouwen. Uh, dit denkt wel heel veel tegen Excelsior uit en, en je krijgt nu twee jong ploegen. Nou, volgens mij waren dat altijd de angstgekenis. Kijk en, en daar ga je nu wel met een ander gevoel heen en, en we zullen straks op jonge set terechtkomen of terugkomen. Maar dat, die moet je gewoon 100 winnen, want dat is niet meer het jonge set van van vorig jaar en ja. Uh, je kan het altijd zeggen: het glas is half vol of half leeg. Uh, ja. Maar ik denk wel dat ze stappen maken. Want als jij als verdediging al 6 keer de 0 hebt, dat is 50 procent, is het wel iets goed dan. hè? Daar begint het echt wel mee. Ja. En, en die goaltjes, ja, weet je, die komen wel. Alleen we hebben echt te weinig gescoord. En, en dat blijven ze ook op hameren. En ik denk ook dat het aanvalsspel ook nog veel beter moet. Mm. En kan. Maar goed, uh, we hebben er nu twee keer aan geroken. Met, met overwinningen. En, en daar moeten ze nu wel op doorgaan. En je ziet nu ook: er komt meer vastigheid. Vaker dezelfde tien, negen of tien jongens die erin spelen. Ja, dat geeft ook wel iets aan, hè? Wat kan er dan beter? Zei, het moet beter, daar zijn we het allemaal over eens. Ik bedoel, uh, er niet in de bal lang in de ploeg te houden. Of niet lang genoeg om, om vanuit daar lekker verder te kunnen voetballen. De omschakelmomenten wisten ze ook mede daardoor niet goed uh, te benutten. Wat, wa, waar, waar moet je dan op de training aan werken? Nou, ik vind in eerste instantie. Kijk, het, het positionele uh, gedeelte, hè, dus het positiespel, dat kan wel beter. Ik vind dat nog vaak de bal in de eerste linie. Uh, onnodig verliezen, hè? dat er gewoon echt rust heerst in het spel, dat tegenstander op een gegeven moment gaan denken: oké, okay, ik ga nu ook niet meer doorjagen, want dan spelen ze spelen we eronder eruit. Uh -huh. Nou, daar kunnen ze nog een stap in maken. Dat is hetzelfde. Als ze Diemers gaan elimineren, dan zullen de andere twee middenvelden die zullen nog meer wat moeten gaan doen om aan de bal te komen. Nou, ik vind voorin, Paulos die begint nu iets meer met zijn acties, dat betekent dat hij de bal bij hem houdt, maar we zijn nog te snel de bal kwijt. He, we hebben wedstrijden gehad, dan gingen we naar voren, balverlies, omschakeling kwijt. Nou, je hebt daarin gewoon wel een rustpunt nodig. Dat je weet, hey, die kan ik de bal even kwijt in de voetjes. dan kunnen we bijsluiten. Middenveld kunnen aansluiten. Nou ja, dat was vaak, uh, denk ik, niet goed genoeg. Zodat we elke keer een omschakeling kwamen. Of ja. onnodig balverlies. Dat er een, in plaats van een voorzet, dat we even de bal even uithalen en weer terug op, naar de andere kant. Dus je moet ook wat geduldiger spelen. Geen risico's op eigen helft? Nou dan ja, ja nee. nou, misschien juist wel. Want dan speel je tegenstander kapot. Als jij altijd maar steriel blijft spelen... en je spelt je balletje terug, balletje breed... dan ga je niet verder komen. En gaat de tegenstander, we hebben tegen Emma gezien... Ja, die, gaan dan ook, die kunnen dan op hun eigen helft blijven staan verdedigen. Ja. En wanneer je meer risico neemt, wat Emma dan ook bijvoorbeeld deed... Nou, dan speel je de tegenstander kapot. En dan kan je tot een man-overtal op het middenveld komen. Het zij misschien wel tot een overtal richting de aanval. En, en je ziet gewoon dat de middenvelders nog even wat moeite hadden... met het bijsluiten richting de aanvallers. Balletjes veel onderweg... Bouwens is veel onderweg. Maar Dat betekent ook dat de middenvelders, nou ja, dat zijn dan een Narty en een De Leeuw en Diemus, die zullen ook moeten bijsluiten. Nou, ik vond dat De Leeuw daar best nog wel wat moeite mee had. Ja. Die heeft nog niet even een sprint van 70 meter dat hij komt aansluiten. Die moet eigenlijk onder de spitsen spelen. Nou, je hebt nu met Narty iets meer een box-to-box -box speler. Die kan dat bijvoorbeeld wel. He, die kan de bal afpakken, maar die kan ook weer aansluiten in de aanval. Nou, en ik denk dat dat met, met de echt gewoon een hele goede greep is geweest, dat je meer voetballend vermogen op je zes hebt zodat je de ballen kwijt kan. Maar die kan ook doordraaien. En ik zie hem ook wel weer dat hij gewoon ballen vooruit speelt tussen linies door. Zo dan kan je een tegenstander kapot spelen. En nou ja, de laatste 20, 30 meter voor de goal. Kijk, we maken nu wederom een goal een moment. Dat is een kwaliteit. Maar daar gaan straks weer tegenstanders komen, misschien wel de jongploeren. Nou, dat denk ik, die spelen misschien wel aanvallen. Maar daarna mm -hmm. komen ploegen die gaan op eigen hel spelen. En zeggen: Kambuur, hey, zoek het lekker uit. Ja, en, doe je ding maar. En bal maar op. Ja. En dan worden de ruimtes heel klein. En dan moet je weer voor, tot andere keuzes komen. En betere keuzes. En dan moet je mee met een overlap van een bek gaan werken. Kijk, en nu is het een ander verhaal. Nu heb je toch iets meer ploegen die wat vooruit spelen. Als je dan door goede momenten er tussendoor speelt, ja, dan krijg je dus ruimtes. En dan heb je wat aan een speler als balk. Absoluut. Ja, dat heb je tegen Jong Ajax gezien, dat heb je nu weer gezien. Dan is hij verschrikkelijk lastig. Want dan kan hij de hoeken induiken. Nou, tegenstanders, de centrale verdedigers, ja, ook bij weer eigenlijk, dat zijn nooit de allersnelste spelers. Dat zijn vaak de backs. Maar als je de backs gaat lokken, en je komt in, het, in, de, in de ruimtes te lopen, ja, dan heb je een balk natuurlijk wel een fantastische speler. Ja. Ja. En dat bedoel ik dus vaak met hem te zeggen. Kijk, het is vaak, hij loopt vaak uh, nog steeds onnodige meters, vind ik. He, daar moeten ze echt mee aan het werk. Dat hij zijn energie bespaart. Van oké, okay, wanneer ga ik nou echt die hoek in of niet? Maar uh, je moet hem niet gaan remmen, want dan wordt een andere speler. En dat zijn zijn kwaliteiten niet. En soms lijkt het van uh, hij loopt als kip zonder kop en uh, hij gaat maar blind door. Hè, weet je, zet de hek open en hij loopt door. Maar weet je, het is wel een kwaliteit. <laughs> ik zie het zit al helemaal voor me. Ja, maar, ja maar, maar dat is wel Balk. Ja. En dat moet hij wel blijven doen. Ja. En nu zie je ook wel weer... met de ruimtes die erachter komen... Ja, dan heb je wel meer aan hem... dan echt een balvaste jongen die in de bal speelt. Ik vond uh, Balk... als ik dan uh, even de wedstrijd uh, tegen Excelsior noem... vond ik hem een van de betere spelers aan Cambuzijden. Maar ook, waarom? Uh, door zijn inzet, door de manier van druk zetten... Uh, door zijn loopacties... Dat is altijd als verdedigend. Ja. Maar goed, dat heeft ook weer te maken met de jongens om hem heen die moeten helpen. Ja. Hè? Al Haft moet hem helpen, Paulus moet hem helpen. Het middenveld moet echt aansluiten. Ja. Want ja, uh, Excelsior had natuurlijk aardige spelers op het middenveld. Hè? Ja. Met die hartjes en die mannen. Ja. Allemaal fijn hoort op de opleiding. Uh, die kunnen gewoon goed voetballen. Daar moet je bovenop zitten. Dat vinden ze niet, dat vinden ze niet fijn. Nou, en ik denk dat ze met elkaar daarin hebben als team hebben ze gewoon goed gespeeld. Het collectief. Is dat dan een <kugt> beetje het sleutelwoord? Uh, deze, deze wedstrijd wel. Deze wedstrijd wel. Wat is het winstpunt wat ze mee kunnen nemen richting de volgende wedstrijd? Dat je wederom tegen een ontzettend goede tegenstander. Want let op, deze gaan gewoon bij de eerste drie eindigen, Excelsior. Uh, dat je bijna geen kansen weggeeft. Uh, je hebt twee, drie echt wel mogelijkheden weggegeven. Dat ik denk, oké, okay, dat kan je misschien beter verdedigen. Mm -hmm. Maar uh, meer ook niet. He, je hebt er echt een wedstrijd van gemaakt. En zo zie je dus ook dat je op een andere manier wedstrijden kan winnen. Je kan altijd wedstrijden winnen op hoogdruk en mooi geschot voetbal. He, het moet ook op een andere manier kunnen. En zeker in het moment waarin je nu zit, uh, denk ik dat ze op basis van echt van, 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 van duels en, en, en strijd uh, als team hebben gewonnen. En ik denk dat dat gewoon heel leuk uh, nabespreken is met elkaar en beelden bekijken. Van oké, okay, weet je, dit kan dus ook. Ja. Want dat hebben we misschien wel een tijdje gemist. Exemplarisch vond ik. Uh, die sliding van, uh, van Kief de Belt. Uh, minuut 85. En ook de reactie die ontstond bij zijn teamgenoten. Hè? Als we het dan toch over het collectief hebben. inderdaad. daar bleek voor, voor, voor mijn gevoel alles uit. Ja. Uh, de, de, de kracht van dit elftal in die wedstrijd. Ja, maar dat is een stukje winnaarsmentaliteit. En Kieftere, ik heb het vorige uh, week uh, met Nieling ook gezien. Ja. Die deed een block tackle van een kans volgens mij van Eindhoven de Spits. Ja. Nou ja, weet je, uh, dat uh, deed hij gewoon hartstikke goed. Ja, je, je zit in een positie, je moet nu alles aangrijpen wa waardoor je beter kan worden, uh, maar waar je vertrouwen door kan pakken. En dit soort dingen, ja weet je, Kieft de Beld speelt niet, kwam erin, is belangrijk, zet het even goed weg. Ja. Nou, en dat is misschien ook wel wat het elftal even nodig heeft, dat als je, als je wisselt, dat het niet minder wordt. Ja. Verdediging hebben we behandeld. Uh, van Mullum heb jij genoemd. Daarover is ook een vraag binnengekomen van Albert-Johannes Boom. Hij zegt: Wat vinden jullie van het spel van Van Mullum? Hij heeft zes keer de nul gespeeld. Staat vaak op de goede plek, maar zijn opbouw is niet zo. Kun je hem daar ook tactisch mee helpen door ruimte voor hem te creëren? Nou, Hij, weet je, hij is natuurlijk al een keer uh, in die zin uh, gepasseerd. omdat Casas erop kwam. Ja. Eh, omdat het voetballend beter moest. Zijn ze snel van teruggekomen? Ja, dus dat zegt wel iets. Je moet gewoon wel vanuit de nul kunnen spelen. En, en die jongen die doet het verdedigen, denk ik, naar behoren. Ja, er zijn een paar momenten dat de spits wegloopt... dat hij iets beter moet gaan anticiperen. Dat hij niet alleen naar de bal kijkt, maar ook naar de man. Want die spits die liep twee keer in zijn rug weg. En uiteindelijk mist hij een stukje snelheid om dat soms te compenseren. Ja, maar als je wat lager speelt, zoals wat we dat nu doen... dan hoef je ook niet echt te sprinten. Kijk, uh, minuut 82 uit mijn hoofd dat hij de doorgebroken speler Van Duinen moet neerhalen. Oh ja, ja. Als hij gaat liggen, krijgt hij een rode kaart. Ja, maar Van Duinen staat op en loopt door en valt alsnog. Ja, dan kan het niet meer. Nee. Dus daar heeft hij even massa mee gehad. Maar dat was ook ja, een beetje ongeluk. Want die jongen die kreeg de bal voor zijn voeten van eigen helft... en die, schiet, en die rost hem naar voren. Ja. En hij staat gelijk weg. Dus de restorganisatie was daarin... Nou, was even niet op orde. Um, hoe lager hij speelt, denk ik, hoe beter hij is. Want hij is ontzettend sterk in duel. Alleen ja, daar ga je al snel kijken. Hey, je, je moet aan de bal ook meer dingen doen. He, we hebben het gezien... Tegenstanders laten Van Mullum vrij, zetten Nieling vast. Dat heeft ook met Diemers te maken. Ja. Nou, Diemers moet hem nu ook wat meer gaan helpen. Hè? En, en daarin, nou ja, de vraag van kunnen ze daarin tactisch uh, het beter wegzetten om Van Mullum uh, te ontlasten. Ja, want zijn opbouw- en inspeelbasis is niet juf van het gebleken. Hè? Als je dat ja, niet vergelijkt met Nieling. Ja, nee, dat klopt. Hij is wat onrustiger. En hij speelt iets te veel, naar mijn mening, de lange bal. Ja. De, de crossbal die hij dan niet aankomt. Ja, en daarin is het wel fijn dat Diemers iets meer bij hem in de buurt speelt. En ik heb ook een paar momenten gezien in de opbouw. dat Masera gewoon heel hoog gaat spelen. al half naar de binnenkant en Diemers zakt uit. Ja. Wat eigenlijk he, in de rechte zone naast van Mullem. Ja, wat gaat het Tegenstander doen? Als ze doordekken, dan komt de ballijn naar de spits komt helemaal vrij. He, en dat gaan ze niet doen. Dus dan krijg je die misvrij aan de bal. Nou, en ik denk dat ze daar ook weer een stukje energie in moeten gaan leggen met elkaar. Van oké, okay, hey, hoe gaan we nu opbouwen? Want op zich, Nieling en Paul, die redden zich wel. Mm -hmm. He, we hebben nu van Mullum nodig in de opbouw. Hoe gaan we hem ontlasten? En hij moet vaste uh, paaslijnen gaan krijgen. Dus als ik de bal krijg, de, de ballijn moet naar de spits open. Hij moet naar de rechtsback open. Naar de rest buiten moet open. Hij moet altijd drie afspeelmogelijkheden hebben. Nou, en ik vind dat ze daarin sneller vrij kunnen gaan lopen. Ja. In hoeverre kan een keeper daar ook een rol in spelen? Heel veel. Die moet hem altijd laten horen dat hij terug kan. Ja. Moet eigenlijk dan uitlaatklep zijn? Ik zou liever niet te veel naar de keeper spelen. Tenzij je hè, bijvoorbeeld de keeper van Emmer, Ja, die speelt echt fantastisch mee. Dat is net een veldvoetballer. was jouw Nana op doel zou hebben. Kijk, ja. ook. Nou, uh, nou, ja, maar die die, over, die overdrijven lang. het misschien wel wat. Maar dat is wel fijn voor een verdediging. Dat je ja. altijd weet: van hé, ik speel met een elfde veldspeler in die zin. Ja. Nou, ik vind dat Jan, uh, Jansen op zich. Uh, ik kan daar ook nog wel wat stapjes in maken. Doet het fantastisch hoor. Uh, qua reddingpercentages. En voor de belangrijkste zijn voor het elftal. Zeker. Maar is niet de opbouw, puur zang van bal van de ene kant uithalen en, en wegleggen. Dus ja, ik snap ook wel dat ze daarin... Uh, en je hebt nu weer gezien een, de golf van, Her, van uh, Heracles... Uh, vorige week Sparta, hmm. het terugspelen naar de keeper loont niet altijd. Nee. Want als je niet kijkt wat de keeper is, dan... Dus ja, ik ben er ook niet echt voorstander van. Ik heb liever gewoon voor, zoveel mogelijk vooruit voetballen. Ja, los het op als verdediger zijn, Niet altijd terug naar ja. de keeper dus. Ja. Alhoewel Thijs Jansen heeft zeker wel de kwaliteiten. Um, ja, uh, wij moeten het eigenlijk nog even hebben over Afolabi. Jij zei het uh, al uh, op zich tegen Eindhoven, fili uh, redelijk in hè? Uh, liet hij wat van zijn strijdlust zien. Een uh, paar paasjes. Uh, oh, ik vind hem nog wel wat wild uh, met zijn schoten bijvoorbeeld... vanaf 30 meter in. Als je ziet dat er iemand voor staat... dat ik denk van ja, misschien is het gretigheid. Misschien iets anders, ik weet het niet. Tegen Excelsior was het wat minder hè? Ja, de ene wedstrijd is de andere niet. Ik vond hem daarvoor wel best wel goed. Een bal vast in, in, invallen. Ook redelijk de bal. Gewoon slim in de hoek houden. Hè, de wedstrijd uitspelen. Ja. Maar hij ah, was nu ongelukkig. en je ziet gewoon, Het, het, het leek een beetje of, alsof je op eieren liep. Ja. He, dat kunstgras is, is hard... Nou, dat is ja. natuurlijk niet fijn voor hem. Maar... Zeker niet met die Achillespezen van hem. Precies. Ja, dus of hij echt fit is? Nou, nee, dat weten we. Uh, dat is hij sowieso niet. Moet hij hierdoor ritme krijgen of juist fitter raken? Ja, ik weet. Ik vind het wel gevaarlijk. Ik vind het tricky. Alleen ja, dan zie je ook wat heb je op de bank. Hè? Dan krijg je al snel dat je of met uh, de leeuw in de spits moet gaan spelen. Hè? Dat je middenvelden erbij kan krijgen. Alleen ik denk dat ze het middenveld nu juist willen laten staan, omdat het wel aardig stond. Ja, je kunt een roker erin zetten, maar goed, dan, dat is ook plakken met pleisters allemaal, hè? Ja, dus uh, misschien hebben ze, is het zover dat hij al drie kwartier kan spelen op kunstras. Uh, ja. Alleen het, leek, het, het was wat ongelukkig, laat ik het zo zeggen. Hè? Uh, hij heeft meer uh, behoefte aan een gras op dit moment, ja. een grasveld. En, maar ja, je weet in de KKD zijn genoeg kunstgrasvelden, Dus ja, je bent wel aan de beurt. Hij heeft misschien ook wat behoefte aan rust. Alleen ja, dat kan, je ja, misschien dat kan, niet, in, dat kan in deze dat situatie kan niet. gewoon niet. En dat is het lastige. Henk de Jong die zei ook uh, niet voor niets misschien een afloop... Of dat, laat ik het even zo zeggen, hij gooide hem er gewoon in. Hè? Uh, hij zei ook daarbij van ja, hij moet er maar misschien even doorheen. Maar ja, zo simpel is het natuurlijk niet altijd. Aan de andere kant is het ook wel slim van de trainer, hè? Uh, die een week daarvoor, een paar dagen daarvoor heeft gezegd, misschien moeten we in de winterstop maar een nieuwe spits erbij halen. Ja, als je een spits die niet fit is en die misschien de komende tijd uh, ook nog niet fit raakt, zeg maar, erin zet en publiekelijk laat zien... Ook naar je technisch manager toe van nou, dit wordt hem gewoon niet. Dit wordt hem niet. Niet op korte termijn, niet op lange termijn. In ieder geval niet op tijd voordat we hem nodig hebben. We hebben gewoon iemand nodig. Dat kan ook een soort statement zijn. Hè? Ja, ik denk niet dat Henk in die zin zo in elkaar zit. Want uh, ze zitten ook op trainingen, kijken ze hem. Uh, alleen je moet hem ergens op kunnen beoordelen. En, en ja, of je hem nou erin zet en hij is niet fit... of je, je laat hem niet uh, invallen omdat hij niet fit is... het blijft volgens mij hetzelfde. Ja. En dan ga je spelen met het risico van de gezondheid. En dat zou ik nooit doen. Nee. Alleen, je moet er wel wat mee. En als het richting de winterstop niet fitter gaat raken... Ja, dan denk ik, lijkt het me heel verstandig dat je daar naar verder gaat kijken... naar een versterking. Mm -hmm. hè, balk is een noodgreep, gaat goed. Maar er gaan ook wedstrijden komen, wat ik zei... tegenstanders die helemaal compleet inzakken... dat die niet zijn ruimtes gaat krijgen. En dan heb je, waar we de eerste 7, 8 wedstrijden zo nodig... Naar op zoek waren, een balvaste jongen nodig. Een, kapstok, die nou ja, je nodig. een kapstok. Een aanspeelpunt. En in, in ieder geval een technisch voetballen spelen waarop je kan doorvoetballen. Die gewoon een goede kaart kan neerleggen. Die contra kan bewegen van, van links naar rechts. Van tussen centrale verdedigers pendelen. Die aanspeelbaar is. Want we hebben nu genoeg spelers die de bal daar kan kunnen krijgen. Maar anders kan je nooit doorvoetballen. En dan ben je hem weer te snel kwijt. En nou ja, balk is ook niet die balvaste jongen. Die, dat is die loper. Mm -hmm. Dus. Ja, ik denk wel dat ze daar serieus dan over na gaan denken. En, uh, nou, wat ik zei, het was nu gewoon heel ongelukkig. Uh, dus ik ben benieuwd. Uh, ik denk, verwacht niet dat hij, vanavond, dat hij uh, woensdag tegen Den Haag gaat spelen. Dinsdag, dinsdagavond. Of, of dinsdagavond, ja. dat denk ik niet. Uh, dus dan zal het misschien vrijdag weer een invalbeurtje zijn. Ja. Maar goed, uh, ja, het blijft wel lastig met hem. Ja, het is zeer lastig. Hayo uh, die heeft ons hier een vraag over gesteld. Die is eigenlijk nu al beantwoord, Hajo. Uh, want hij vraagt uiteindelijk, kunnen ze beter voor een andere spits kijken in de winterstop? Die de direct wel staat. Wat vinden jullie daarvan? Maar waar, nou ja, wie staat er direct? Nou ja, hè? Dat, dat is, is ook dat zo, is hè? de kant die je daarbij moet aantekenen. Want je kunt inderdaad in de winter voor een, uh, voor een vervanger gaan zoeken. Maar dat zijn vaak de opties die bij andere clubs niet spelen. Ja, die hebben niet uh, het wedstrijdritme uh, waarvan je direct zou willen uh, dat hij het heeft. Het uh, dus heeft ook een paar weken nodig om op te trainen. Hè? En dan moet je iemand kopen, die er wel staat in de, bij een KKD-club. Ja, maar dat kost geld, zeker ja. als je doelpunten wil kopen. Maar dat, dat, dat gaat niet gebeuren. Maar daar zoekt iedereen naar. Ja, misschien die, kunnen ze iemand huren. Ja, maar ja, goed, dan kom je bij een, uh, waarschijnlijk een, een jongere, beloftevolle aanvallen. En uh, wat je zegt, het moet wel gelijk een mat zijn. Want uh, er worden goals verwacht. Je wil richting die, uh, die top 8. Ja dan, zullen er, uh, ja, dan zou je echt, echt van een goede huis moeten komen met, met je scouting ook. Wie je nu eventueel gaat aantrekken. Ja, want Afolabi is tot op een neer voor een mispeer geweest. Hij is niet fit. Hij is niet, uh, niet fit. En je ziet gewoon wel dat hij bepaalde kwaliteiten heeft. Alleen hij kan er niet, niet voldoende in leren. Kijk, we nemen deze podcast op op maandagmiddag. Uh, eigenlijk zoals altijd. Uh, maar vandaag was inderdaad de laatste training uh, ook uh, in aanloop naar aden Dus ik heb vanochtend heb ik Afolabi ook live weer even mogen aanschouwen. Ja, je ziet toch dat hij ook op echt gras ook wel een beetje op eieren loopt, René. Oké, okay. ja. nou, dat is jouw <laughs> mening, dus dat, dat neem ik dan maar aan. Mijn zienswijze inderdaad, ja. ja. Ik ben niet de enige die dat uh, in ieder geval denkt te ja, zien. Ja, maar ik denk dat ook de, 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 de club, hè, die, iedereen had gedacht dat hij verder zou zijn. Gehoopt. Of gehoopt. En, en dit, als zij wisten dat hij in deze situatie zou komen, geloof ik niet dat ze, dat ze hadden doorgepakt. En, en er is ergens iets misgegaan bij de medische keuring. Het zei bij... Het contact met de, met de club waar hij zat, het zei met zijn eigen verhaal of zaak benemen, dat ze het misschien iets te mooi hebben verteld, uh, want dit is ja voor Cambuur is het nu geen aanwinst. Yeah, en ik snap dat de staf, zeker in het begin, waar je goals miste, uh, waar je een leider in een aanval miste, ja dan snap ik dat je heel gefrustreerd ge ge bent, want je moet wel met iemand werken waar je geen beroep op kan doen. En dat is wel, nou wat ik zeg, dat is heel frustrerend. En dan is hij er eindelijk en dan ja wordt hij eigenlijk niet fitter. En, nou, dit heeft nog wel weken nodig, denk ik. Vooropgesteld, volgens mij snappen we beide dat, we bij, dat, dat de club bij uh, een Spit met zijn profiel is uitgekomen. 100%. Dat is een ding dat zeker is. 100 ja. uh, Dan is het een aanwinst, want het hebben, he, Hij heeft het ook wel laten zien, alleen nog tekort. Ja, ja, dat is het inderdaad. Dat is het. Ik denk dat hij het voorlopig ook nog niet uh, in ieder geval een hele wedstrijd kan laten zien. Ehm. Um, ja, René, we hebben alweer veel behandeld. En we gaan het nog veel behandelen. Maar er zijn nog wat vragen. Onder andere van Jezus van Nazareth. Daar is hij weer. Jelle van Nazareth. Zo hem Jelle van Nazareth noemen. Klinkt ook wel leuk, hè? Hij zegt: Moet kambuur ZSM het contract van onze keeper herwaarderen en verlengen? Hij is wel heel goed, vind ik. Dan heeft hij het over Jansen. Ja, Jansen doet dat formidabel. Ik denk dat zijn percentage reddingen echt hoog is. Mm -hmm. he, er zijn echt wel kansen die hij heeft tegengehouden. Wat echt gewoon eigenlijk uh, qua expected goals gewoon heel hoog zou zijn. Dat het een goal moet zijn. Ook afgelopen wedstrijd weer. Hè? Bijvoorbeeld die bal die dan uiteindelijk. Uh, ja. Was het buitenspel. maar hij heeft hem wel. Nee, he? nee dat klopt. In dus de slotfase. Hij heeft nog een drie jaar contract, hierna nog twee. Dus ik verwacht niet dat ze dat nu zomaar zouden doen. Tenzij ze nee, denken: denk van oké, okay, er zit echt een heel aardig prijskaartje aan. Maar je wilt denk ik niet na, na een aantal magere jaren met keepers. Uh, een sterk houden verkopen. Hè? Nee, Want je ja. wil doorgroeien. Je wil naar de Eredivisie. Dat, wil je, dat podium wil je hem ook bieden. Hij wil dat zelf ook. Hij gaat ook niet zomaar naar een club toe waar hij tweede viool gaat spelen. Nou, je weet, in deze markt gaan ze niet veel voor keepers betalen. Spitsen, dat is natuurlijk overrated. En, en je ziet het aan Smit. Meer dan een miljoen. En dat gaat dan langzaam terug naar de keepers. Dat wordt gewoon steeds minder. Ja, zou je hem dan verkopen voor een spotprijs? Doe je ook niet. Nee. Dus nee, ik denk uh, in die zin dat Kambu nog steeds goed zit. Maar ze zullen zeker in begin volgend jaar met hem gaan zitten om hem nog een jaar te verlengen. En dan, en dan misschien wel eventueel voor een prijs te verkopen. Maar ja, dan heb je nu ook al met je scouting moet je weer bezig zijn. Ja. Wie wordt zijn opvolger? Hè? Wie past in het profiel? En uh, neem aan dat ze daar allemaal mee bezig zijn. Uh, dat lijkt in me wel. In dat uh, behoort bij het uh, begin. Alleen zo zie je je, al, je, je trekt iemand aan voor drie jaar. Hij gaat naar tien wedstrijden, laat hij zien dat hij een aanwinst is. En je bent nu al over zijn toekomst aan het praten. Het wordt allemaal steeds eerder en vlugger. Hè? Ja. En, en het is ook een beetje een gevoel, zo'n jongen. Nou ja, uh, hoe voelt hij zich hier? Hij komt natuurlijk uit de andere kant van Nederland. Is een rustige jongen, dat dan weer wel. Is een rustige jongen, nou dat past hier denk ik wel. Hè? En uh, nou ja, volgens nog moeten we denk ik gewoon heel blij zijn dat hij er is. En. Uh, maar ja, wel kopje erbij gebruiken. Ja, karakter logisch, rustig. Alleen op het veld uh, heeft hij wel pit, hè? Uh, dat is wel mooi om te zien, die tegenstelling. Ja, dat kan. Ja. Nee, maar hij is gewoon, hij heerst meer als van Os. En, en je moet niet terugkijken, vind ik. Maar uh, ik, ik denk dat we wel even. twee stappen vooruit hebben gemaakt met die met, met, met op dit moment. Ja, uh, hoewel uh, van Os die staat uh, volgens mij bij Fortuna zit dat. Uh, nee, yeah, bij SOBR-RKC gewoon onder de lat. Hè, ook afgelopen weekend weer. Ja, uh, ik hoop dat het heel goed gaat doen. Nou ja, dat, ja. Uh, dat hoop ik ook uh, dat gun ik iedere speler natuurlijk ja, maar ja als we terugkijken dan uh, viel ik bij Cambuur wat tegen en dan is het een verademing zeker gezien ook de, de voorgaande keeper soaps dat uh, er nu gewoon geen uh, eigenlijk vrijwel geen enkele discussie is over, uh, over die positie nee maar dat is wel fijn en zeker ook het blokje achterin staat en ja. uh, dat geeft ook een stukje rust ja uh, hij heeft het driehoekje gevonden daar achterin Um, even doorgaan op keepers. Want we gaan langzamerhand naar het bekerduel met Ado Den Haag. Um, dinsdagavond om 9 uur. Ja, wat een tijdstip ook hè. Daar word ik ook niet vrolijk van. Maar nee. goed, zeker niet als je erheen moet. Zij moeten naar Den Haag. Wij krijgen Willem 2 om 9 uur. Ja, nou moet ik kijken. hoe laat die thuis zijn. Ja. En dan is alles voor de kijkers. Ja. Nou ja, dat inderdaad. Ja. Nou ja. ja. En niet deze. Het is bizar. Ja, precies. Nou ja, volgens mij worden alle wedstrijden bijna wel uitgezonden op uh, kanalen die achter de betaalmuur zitten. Dus dat doen ze dan ook allemaal weer slim... Hè, voor de echte liefhebbers. Ik ben benieuwd hoeveel kijkers dat oplevert trouwens. Maar goed, uh, dat zal dan weer denk ik uh, aardig tegenvallen. Hey, maar uh, om door te gaan op die keepers... Uh, we hadden het over Thijs Jansen. Uh, hoe goed hij het ook doet... hij gaat wel plaatsmaken onder de lat uh, voor uh, Daanreiziger. Snap je dat? Nou ja, uh, het wordt de bekerkeeper. Ja. En uh, vorig jaar hebben ze dat niet gedaan... Dat ze waarschijnlijk niet het vertrouwen hadden daarin. En nu vertrouwen ze hem wel. Ja, Want vorig jaar, ter verduidelijking, Janiek van Os, die bleef gewoon. Uh, ook ja. tijdens de beker rond. Volgens landstaan. mij wel. Dus. Ja. Uh, ja. Kies je daar een heel jaar voor? Peter Bos had dat bijvoorbeeld ook gedaan. Hij liet ook echt de halve finale en finale door drommelke. Ja. Nou ja, dan ben je echt de bekerkeeper. Ja. Ja, hoe komt het hier, als je straks de halve finale en finale zou kunnen bereiken. Uh, de kortste weg naar Europa, zeggen ze dan. Ja. Ja, waar kies je dan voor? Of zeg je gewoon standaard luisteren, dit is gewoon onze bekerkeeper? Dat kan. Henk, nou, Henk, we hebben daar Henk de jong van Lochem naar gevraagd. En hij zei uh, dat hij uh, één keer eerder de fout had gemaakt om dan voor zo'n keeper te kiezen. En om tijdens het beker toernooi eruit te halen. Dat was volgens mij bij Hakenbase Boys. Dan, heb ik, dan moet ik dat mee hebben gemaakt. Ja, dat was... Uh, ik, ik weet zijn naam even niet meer. Hm. Maar hij zei... Uh, ik heb daarvoor ook heel veel excuses aangeboden aan die keeper. Uh, uh, en dat ga ik niet nog een keer doen. Dus uh, nee, dit maar... seizoen uh, staat nu vast. Hij heeft Henk de Jong verzekerd. Zolang het bekeravontuur niet verduurt uh, staat daar hij onder de lat. Ja, maar het is misschien ook een stukje vertrouwen... dat hij het goed doet op trainingen. En een beetje, daarin ja. kan ik hem te weinig beoordelen. Hey, je volgt de voorbereiding één of twee potjes, maar... Nou goed, weet je, voor de jongens is dat toch hartstikke mooi. Ja, is het gezien ook wel uh, een redelijke keeper. Ja, die heeft wel een aardige opleiding. Ja, precies. Ja. Ja. Dus daar heb je denk ik met het spel wat je veel spelers kan zijn er ook wel wat aan. Hè? We hebben net over Thijs Jans gehad in die opbouw. Nou, ja, ja, maar ja, daar je krijgt je natuurlijk daar... wel met een beetje druk nu. Uh, je gaat even naar Den Haag. Nou, er zitten vijf, zes, zevenduizend van die gekken daar. Nou, ja. ja, met Nieuw-Noord erachter. Ja. Uh, ja, dan is dat wel even wat anders dan, dan op een training uh, opbouwen. Maar goed, uh, het is een mooi test voor hem. Zeker. Aan de andere kant, wat heb je te verliezen toch, tijdens de beken? Nou ja goed, je hebt gezien vorig jaar volgens mij waar het toe leidt. En ik, volgens mij was de penningmeester aardig blij en content. Dus, ja, dat klopt uh, inderdaad. Ik zou het ja. altijd wel serieus nemen. Ja, ja want uh, laten we nog even daarnaar teruggrijpen. Het was voor, vorig jaar echt fantastisch. Hè? Halve finale gehaald. De sfeer die, nou ja destijds uh, twee keer volgens mij achtereen in het eigen stadion mogen ja. spelen. Goede loting. Maar wat een sfeer hè. Stel je voor dat je dat weer hebt en nu in het eigen koorstadion, een grotere stadion. Uh, ik ben benieuwd hoe de zou zijn. Ook fantastisch. Engels. Huh? Engels inderdaad. Engels. Ja. 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 Nee, maar dat zijn de krenten, vuur de, pap, de dames en... weer. Uh, huh? Ja, maar het is altijd. Tenminste, ik had dat altijd en ik heb dat nu nog steeds ook als trainer. En weet je, het bekeravontuur is gewoon fantastisch om mee te maken. En, en je zit altijd uh, nou ja, de loting ga je meemaken. Je wil een ronde verder. Je weet, je krijgt steeds grotere tegenstanders. Ja. Uh, als je thuis loopt uh, door de week extra wedstrijden voor je supporters. Ja. Weet je. inkomst ook. Ja. Moet je kijken in Engeland hoe het leeft. Daar zijn ze soms blijer dat ze de FA Cup kunnen winnen dan kampioen. Zeker. Bij wijze van spreken. En Ten ja, Hag ja. zei het hè. Uh, ja, hij uh, heeft er twee, jaar twee keer gewonnen. één uh, of twee keer gewonnen en hij blijft er maar mee koketeren. Ja, hij heeft hem niet, niet he? geholpen. Nee, hij is eruit gevlogen. Hij is eruit. Maar, goed. maar ik, 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 vind, ik vind het gewoon: je moet het altijd serieus nemen. En, en zoveel mogelijk hè, met de jongens die fit zijn, spelen. Zeker in de situatie waarin je nu zit. Door. Je zit in de flow, doorpakken. Ja, en dan is een loting volgens mij vrijdag al hè. Begrijp ik, uh, dacht ik. Ja, kan. Dat is wel snel. Weet jij dat niet? Ik bedoel, jij zit zelf met Genemaude ook in de buiken natuurlijk, hè? Ja, zeker. Maar dat is <laughs> meestal na een wedstrijd. Dus dat is waarschijnlijk donderdagavond of, of eventueel uh, zaterdags. Maar goed, uh, het kan ook zo vrijdag zijn. Hoor. Ja, ik dacht vrijdag in uh, het programma de voetbalkantine van ja, de spelen Voorafgaand aan uh, de nieuwe speelronde van... Uh, Volgende ronde maar de Cambuur, lijkt mij. Het zal wel wat zijn, hè? Ja. ja. Jij krijgt uh, ja, Willem 2. hè? Ja. Als tegenstander. Ja. Nou ja, mooi. Hoopvol. Uh, Eredivisie. Twee dagen tijd, 3000 kaarten bijna verkocht. Ja, lekker. Is dat, er komen he? heel veel mensen uit Leeuwarden komen kijken. Dus daar ben ik ook heel blij mee. Vind ik ja. gewoon echt leuk. Ja. En, uh, supporters ook van Cambuur, hè? Ja. ja, dat zijn supporters van Cambuur als ze uit het Leeuwarden komen. Ja. Nou, <laughs> niet eigenlijk... allemaal natuurlijk, hè? Daar nee, de, ook, uh... de meeste wel, de meeste <laughs> wel. Nee, maar dat is gewoon hartstikke mooi. En uh, we mogen tegen een ploeg uh, laten zien. Vijftien jaar geleden met Harkema gewonnen. Ja. Hè, 10 minuten van tijd, en dachten ze er al waren. We winnen met 4-2. Ja. Dus ja, er zijn altijd verrassingen. En wij moeten proberen om daar één van te zijn. En het zal verschrikkelijk moeilijk worden, want Willem 2 is echt een, een aardig ploegie. Ja. Doet het gewoon hartstikke goed. Maar ja. uh, nou ja, goed, we gaan er gewoon voor. Ze hebben een lange reis voor de boeg. En we hadden hetzelfde. Hè, om 9 uur s'avonds pas spelen. Nou ja, goed, dan moet je ook nog een keer terug. Ja. Dus ik snap wel dat dat ook allemaal niet in de koude kleren gaat zitten. Dus uh, daar moeten wij van proberen te profiteren. Toch inderdaad successen in het beker kunnen ook uh, succes in de competitie brengen. Omdat het mentaal natuurlijk uh, 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 doorwerkt en misschien ook wat fysieke pijn wegneemt daardoor. Ja, hoe kijk je er zelf naar? Jullie gaan met gene maar de nog niet heel lekker hè, in de competitie. Uh, nee. Ook die wedstrijd tegen Willem II kan je een flinke boost geven. Zeker. Dus je moet weer energie gaan tanken, vertrouwen gaan tanken. En proberen bepaalde ja. dingen terug te laten komen waar je, waarin jij goed bent. En je hopelijk de tegenstander een beetje pijn kan doen. Ja. ja want het niveau is natuurlijk wel dermate groot uh, met Willem II. Alleen, uh, ja goed. We moeten er gewoon zorgen dat het niet een wedstrijd wordt. Niet een leuke wedstrijd. Dat zij denken, waar zijn we in godsnaam beland? Ja. En, en zorgen dat het zo heel lang mogelijk een, een wedstrijd blijft. En dan, uh, ja, dan proberen die, die kansen die je eventueel kan krijgen, dat je, dat je toch toeslaat. En hoe kijk jij daar uh, naar Cambuur en aden Den Haag? Waar ligt daar uh, uh, de kans voor de Leeuwardens? Ja, goed, uh, dat hangt er natuurlijk ook weer af hoe ze gaan spelen. Ik heb ze uh, van de laatste twee wedstrijden heb ik ze toch uh, uh, geprobeerd een analyse te maken. Ja. Spelen 4-3-3. Achterin, uh, nou, goed, een centraal kopsterk duo. De keeper is wel aardig van de reflexen. Back is wel continu onderweg. Eigenlijk te veel onderweg, dat daar, zeker bij de rechterkant, bij Van de Sloot. Uh -huh. hè, dus het is jammer dat Pauls niet speelt, want die had hem echt pijn kunnen doen, vooral binnendoor. Ja. Uh, nou, het middenveld vind ik wel stabiel. Uh, Schalk op tien, Jari Vlak, type Veerman. Hè, altijd vooruit voetballen, steekpaasjes achter de linie van de verdediging van de tegenstander. Goeie voetballer. Uh, ja, dat is gewoon top. Stijlvol. Ja, ik hij denk hij dat is dat ook dat... een van de weinige voetballers die heel stijlvol juist. Ja, nee, maar dat Vingertje is omhoog. KKD topniveau vind ik, hè, die Vlak. En uh, nou ja, Schalk, die maakt altijd zijn goaltjes. Ja. En hij speelt een beetje onder bonus. Iris is uh, gelopen trotter voorin. Ja. Zo'n zo ja, non-stop speler die overal op blijft lopen. Ja. Fysiek sterk. Uh, beginnen nu ook te scoren. Dus dat is wel, uh, ja, daar zijn ze wel in vooruit gegaan. Ja, ze hebben Van Miegem en, en uh, Idaho op de zijkanten. Nou, ja, van Miegem, een beetje, die gaat 9 of 10 keer binnen door en die ja. zoekt een steekbal of een schot. Ja, goed ja, schot hoor. Idaho, Idaho is eigenlijk bijna dezelfde speler als Bowles. 1 tegen 1, snel. gaat wel veel buitenom. Uh, ook een rechtspoot. Wel, wel echt een talent hoor. Dus uh, ja, als zij wel met de beste 11 gaan spelen, dan ligt de kracht van Ado absoluut voorin. Ja. Ja. Alleen ja, de kwetsbaarheid dat is vaak dan weer zo. Dat ligt aan de andere kant achterin. Want toch veel, veel mensen voor de bal. Ik vind dat Kallis iets en elftallen altijd goed laat spelen. In een bepaalde vertrouwde organisatie. Dat het soms wel eens denkt: van het is wel iets heel behoudend. Uh, alleen als ik je nu de laatste twee wedstrijden zie, was onder andere Jong Ajax. Ja, daar hebben ze echt heel veel kansen tegen gehad. Dus ja, kan weer in de vorm waarin ze zitten. Daar, die kan, kan ze absoluut pijn doen. En je moet zorgen dat het publiek er niet achter gaat staan daar. Al uh, nou, denk ik niet dat het stadion vol zit op een dat ik uh, dinsdagavond 9 nee, uur. Nee, denk ook niet. En, uh, daar moet je ook van profiteren. En, en je, nou ja, die jongens die dan een kans krijgen, die moeten dan ook laten zien dat ze op de deur kloppen bij de trainers. Want dit zijn wel momenten die je dan ook moet, echt moet aangrijpen als speler. Uh, zeker. Uh, type Soeren bijvoorbeeld. Of een Kieftebelt inderdaad. Ja, speel, je, speel je maar weer lekker in de basis, joh. Ja, ja toch? Laat fijn, het zien. Is het. En uh, je hebt nu, kijk, de trainers die hebben uh, in die zin, uh, ze kunnen ook niet bij de trainers komen. Want ze hebben twee keer gewonnen. Met een bepaalde speelwijze die nu bij Cambuur bij past. Ja. En dat wil je straks gaan uitbouwen. Maar goed, eh, zorg wel dat je er klaar voor bent. Als je minuten gaat krijgen. Want je ziet wel, het is nog wel best wel krap hè, bij Cambuur. De wissels dat zijn vaak dezelfde. Zeker. Voorin. Ja. Nou ja, dat is nog niet echt heel veel keuzes. Nee. Dus ja, je Ook niet op de flanken. Nee. nee, dus als je invalt, moet je het wel laten zien dat je er bent. En ja. dat de trainers denken, oké, okay, weet je. Uh, we kunnen wel op je rekenen. We gaan ervoor dat ze er naar de volgende ronde halen. En uh, er zijn absoluut mogelijkheden. Oh ja. En uh, dan is het vrijdag weer jongens, Zet. Ja, Jong AZ inderdaad. Ja, laten we daar eens even op vooruit blikken, uh, want ja, die wedstrijd is nog een paar dagen uh, vooruit. Alleen ja, de zetten in de basisopstelling tegen ADO Den Haag, uh, die worden ook al voor die wedstrijd gedaan. Hè? Daar moet je rekening mee houden. Met wie kunnen dan ook spelen. We hebben de Leeuw al gehad bijvoorbeeld. Stel je hem nu tegen Den Haag op, ja, wat gaan ze dan doen tegen Jong AZ? Um, Jong AZ, ploegie, um, ja, hoe is... kijk je ernaar? Ik vind het natuurlijk altijd lastig. Het is een angstrekener. Uh, maar daar moeten we maar gewoon heel snel van afstappen. Het is een elftal absoluut niet meer wat zo goed is als vorig jaar. Want heel veel van die jongsters en er zijn een heleboel naar het eerste doorgeschoven. Echt talenten. Ja, hey, je hebt Kees Smit op het middenveld nog rondlopen. Maar dat is qua fysiek. Ja, daar heeft Cambio gewoon veel meer power. Kijk, je weet dat die gasten allemaal goed kunnen voetballen. Maar ze zijn uh, vaak uh, wat naïef. Ze nemen heel veel risico. Want ze willen zich ontzettend graag laten zien dat ze eigenlijk bij één horen. Uh, het zijn niet de beste elftallen altijd. Het zijn vaak goede spelers, maar qua elftallen, ja, dat is vaak omdat er toch veel wisselingen zijn. Individuele ontwikkelingen ook vaak. Individueel vaker. zijn ze natuurlijk allemaal, allemaal goed. Maar ja, wij hebben vroeger ook, dat was in mijn tijd ook, uh, toen hadden we van een jongen zet Koen Stam uh -huh. en, en Benny van Noord. En dat waren daar gewoon echt beide de aanvoerders. Maar bij ons hadden ze echt veel moeite om het, om het niveau aan te haken. En, en dan zie je dus, die stap is gewoon echt, echt wel groot. En nou, dat heeft met een stukje fysiek te maken. Uh, maar ook een stukje team, weet je wel. Speel je met de vaste elf of niet vaak. Nou, ik denk dat Kambi daar absoluut gaat winnen. En zeker in de vorm uh, die ze nu hebben mits fit, fit en compleet goed uit de bekerwedstrijd komen, hè, dus niet hè, dat ze ongeschonden eruit komen. Dat is belangrijk. Ja, want het kost je uh, anders ook een spelers in de breedte. Hè? Ah ja, daarom. En je wil eigenlijk nu niet zoveel wisselen. Je wil door. Je wil nu veel wedstrijden spelen. En uh, nou ja, goed. Ik denk zeker uh, dat ze vrijdag daar de punten gaan ophalen. Er is nog een vraag binnengekomen over uh, de jeugdspelers van Cambuur. Want uh, jij zegt er zijn niet zoveel opties inderdaad voorin, uh, achterin. Nou zijn er wel opties natuurlijk en dat zijn jeugdspelers. Uh, een paar ken jij natuurlijk wel goed. Hè? Uh, bijvoorbeeld een koersdraai Jonker van de Veen. Die krijgen nu niet, niet of nauwelijks speeltijd. Dat is te begrijpen. Uh, want de situatie uh, was natuurlijk niet zo dat je de jeugd de kans geeft. Want dan kun je op de, ook niet opbouwen hè, als het zo zo minnen gaat met een club. Uh, alleen um, Aaron VZ die vraagt, kun je Koistra, Jonker en Van der Veen misschien beter verhuren? Kans op speeltijd hebben ze niet op nauwelijks. Ik snap de vraag. Ik snap ook waarom Cambuur niet doet. Jij? Nou ja, absoluut, want dan hebben ze het nog minder in de breedte. En kijk, zoals Van der Veen, die zit volgens mij echt wel, wel veel meer nu bij 121. 21 ja. Want ik zie hem ook niet vaak op de bank. Koester zit wel veel op de bank hè, maakt ze de heel af en toe. Heel. Maar goed, toe. Uh, ze kiezen toch duidelijker meer voor andere spelers. Hè, Afolabi op dit moment, Nart heeft op rechts gestaan. Uh, Ballen kan overal wat heen en weer. Ja. Dus ja, ze kiezen daar gewoon eerder voor. Dus dat is ook misschien een stukje in de situatie waarin je zat. Je moet echt resultaat halen. Zoveel mogelijk, zekerheid. Ja, zekerheid. Uh, niet meer het jeugdvoetbal, dat kan je niet altijd gebruiken op dit moment. Die wil je graag een minuten geven als je 2-3-0 voor staat. Eindhoven 2-0 voor. Dan kan je 10 minuten kwartier spelen. Ja. En die jongens die gaan dan als de brand weer. Nou Volgens mij is Jonker naar mijn mening geblesseerd. Uh, mm -hmm. en heeft ergens last van. Ja. Dus ja, die, die maakt ook niet die ontwikkeling nu door, omdat hij ja, uh, niet, niet kan spelen. Klopt. Uh, maar dat soort jongens, ja, die zijn voor de trainingen nu wel waardevol. Maar ja, die zullen in die zin ja, die zullen niet heel veel minuten maken, want je ziet dat er gewoon andere spelers nog op de bank uh, in die zin de voorkeur krijgen. Ja. Maar ga je ze verhuren, dan heb je straks een selectie van 16 man. Ja, en aan wie ga je ze verhuren dan? Nou ja, dat is de vraag. Omdat ze ook zo weinig speeltijd hebben uh, gehad tot nu toe. Uh, welke clubs willen een, een, een jeugdspeler van een Cambuur uh, gaan huren? Uh, 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 want ja, die komen waarschijnlijk daar ook niet of nauwelijks aan speeltijd toe. Nee, en dat, dus die zullen een Topos of een, uh, ik noem maar een dwarsstraat hoor, die clubjes uh, die misschien wat spelers nodig hebben, die zullen daar ook niet eerst in aan denken. En het is ook, ook, ook ongebruikelijk om, 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 waar wij van spreken, een een aan te hakken. Maar... Boys uit te lenen. ja, goed, dan dat, optie dat zijn, dat trouwens, zou wel een trouwens dat zou kunnen. Alleen goed, ik denk ook dat die die zullen dat niet snel doen, want het nee. kost best wel veel geld. Ja, want ja. je moet slaren, een stukje huur en ja, je moet gewoon denken: die jongens gewoon lekker zoveel mogelijk laten spelen in 121 He, en dan, dat dat mogen ze ook nog. En, en dan kunnen ze in ieder geval in ritme blijven. Ja, nou ja, goed. Uh, er komen langzamerhand wat, uh, wat pareltjes naar boven hè. en dan hebben we het over Messera en Nati, die uh, nou ja, naar Fluit. Uh, ook wel in de belangstelling staan van andere clubs. Ja, dat is ook logisch. Hè? Uh, misschien geen concrete belangstelling, maar goed, ze staan inmiddels wel een beetje op de radar. Ja, maar gaat, tegenwoordig gaat het snel. En twee drie, drie snel, goede ja. wedstrijden, dan, uh, ja, dan wordt er naar je gekeken. En ik denk altijd: houdt is een wedstrijd of tien gewoon maar eens vast. En ja. uh, zorg dat je een bepaald niveau, dat je elke wedstrijd een zeven speelt. En, ja. dan, dan krijg je een stukje stabiliteit. En daar zijn clubs ook naar op zoeken. Ene wedstrijd een acht, en andere wedstrijd een vier, dat, dat, dat vinden clubs niks. Precies. Ja, dus, en ik denk dat ze het nu gewoon goed doen en dat moeten ze ook volhouden. Win ja. eerst maar eens van Jong AZ. Zouden we dan zeggen? Om de cirkel is... ook een soort van rond te maken. Ja, dat is het uh, belangrijkste. Dat is uh, uh, misschien al lastig zat. Het zouden drie heel welkome punten zijn. Uh, en het zou de derde zegen competitiezegen op rij zijn. Het zou ook uniek zijn, want dat is dit seizoen ook nog niet eerder voorgekomen. Ja, maar je schurkt gewoon tegen die middenmotor aan. En misschien is dat wel heel goed dat je heel langzaam heel stiekempjes omhoog gaat kruipen. Die niemand sprokkelen. Ja, niemand. Je moet rekening met jou houden. En je ziet het dan, kijk, vorig jaar die stonden gewoon 13e, 15 weet ik veel. Heel langzaam aan periode pakken. Op het einde toch nog. En, en je ziet waar die nu staan. Je kan door. Kijk, die, die play-offs, dat is iets fenomenaal wat kan gaan gebeuren. Ja. Hè? En dat is echt een loterij. Nou goed, en zeker met dit nieuwe stadion, dan heb je de, de groep nog fitter. En want je gaat gewoon die eerste acht eindigen. Nou, dan ben ik wel eens benieuwd wat er dan gaat, want dan kan het spoken. Ja. En dan willen niet veel clubs ook niet uit de, de top KKD of onderkant Eredivisie. Die willen hierheen hoor. Dat denk ik ook niet, nee. Nee. nee want ik denk dat je, uh, als je als cambuur zijn in de play-offs belandt, dan krijg je zo'n sfeertje als tijdens die ja. halve finale van de Beker. Kijk, en nu gaat niet iedereen verwacht wat van je. Uh, kijk, Sport en Eindhoven, dat heb ik gezegd, die blijven daar niet. Maar iedereen die denkt toch, ik ja, moet tegen nummer één. Dus die, die krijgen alleen maar uh, die, volledig gemotiveerde uh, tegenstanders en klap op klap. En Cambuur ook, die fietst er mooi wat doorheen. En die gaat nu steeds meer uh, wat stabiliteit krijgen. Ik denk dat dit een uh, heel mooi traject is. Ja, we gaan zien waar dat traject heen loopt. Maar we moeten ook zo realistisch zijn dat er uh, inderdaad nog wel uh, verbeterpunten zijn. En dat de club er nog lang niet is. Er kan ook weer een terugval plaatsvinden. Hè? Um, zo onvoorspelbaar is de voetballerij nou eenmaal. Zeker in de eerste divisie. Uh, dank luisteraars. Uh, wij zijn er volgende week weer om terug te blikken op uh, de wedstrijd tegen Jong AZ en uiteraard nemen we dan ook uh, het bekerresultaat tegen ADO Den Haag mee. Uh, tot dan. Dit was het Hertekamp, de podcast over SC Cambuur van de Leeuwarden Courant. Abonneer je nu via jouw favoriete podcast-app.